Jullie hebben de samenloop voor Hoop. Dat klopt. Ja, maar waar houdt het precies 24 in? En 25 mei in Zwolle. Oké. Okay. En dat is een loop die start zaterdagmiddag om 2 uur. Ja. En die eindigt zondagmiddag om 2 uur. Dus het is een 24 uur marathonloop? Ja, een soort marathonloop. Het is de bedoeling dat er constant iemand van ons team op de atletiekbaan in beweging is. En dan kun je elkaar steeds aflossen naar één of meerdere rondjes. En dat is de samenloop voor Hoop en dat is voor KWF kankerbestrijding? Alles is voor KWF kankerbestrijding, ja. En dat is in Zwolle bij de Landsteden? Ja, bij Landsteden in Berken. En ik geloof dat ze nu op zo'n 32 teams zitten. Ja. Kijk, en als die allemaal net zo groot zijn als ons team, dan is het al een hele mooie groep bij elkaar. Ja, want hoe heet jullie team? Ons team heet Mama's M2. Corina, maar waar komt eigenlijk het initiatief vandaan nou dan? Van jou? Ja, want, ik heb het bedacht. Jij hebt deze dames samengebracht? Ik heb deze dames allemaal samengebracht. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Maar een knappe prestatie. Ja, maar weet je, het geeft mij kracht om de samenloop te gaan doen straks. Ja. Speciaal voor de Borga natuurlijk. Ja, snap ik. Maar ook, er moet gewoon heel veel geld binnenkomen, want het is vol in de kinderkankerhemel. Ja. En ik heb zoiets van, ik wil gewoon de moeders van M2, de afdeling waar de Borga lag, in het UMCG, wil ik samenbrengen en dan vandaar ook de naam Mama's M2. Mama's M2, en hoeveel leden bestaat dat team? Hoeveel leden hebben wij in totaal? 23. 23? Ja. En, maar zijn jullie ook de sponsoren dan? Wij zijn ook de sponsoren, uiteraard. En hoe gaat dat dan? Dat kan via de site, de officiële site van de Samenloop voor Hoop in Zwolle. Ja. En dan kun je stappen doneren aan Team Mama's M2. En dat wijst zich vanzelf op de website? Ja, één stap kost 10 euro. Okay. En als bedrijven willen sponsoren, die kunnen een grote stap kopen van 50 euro of van 100 euro. En dat kan ik allemaal via de website? Ja, dat kan allemaal via de website. En hoe heet die website? De naam van het bedrijf komt dan ook op een grote loper te staan. En die loper ligt dan op de atletiekbaan? Die ligt op de atletiekbaan, ja. En die website heet? Samenloop voor Hoop Zwolle. Dus het is eigenlijk heel simpel. Het is heel simpel. Ja, ja. Het geeft mij kracht en daar word ik weer sterker van. Maar je bent zo op het idee gekomen om dit te gaan doen? Ja, 2012 en Benny en ik meegelopen in Ossen. Ja, ja. En toen hoorde ik dat het ook in Zwolle was dit jaar. En toen dacht ik, nou, ik wil in Zwolle met mijn eigen team mee gaan lopen. En dan, speciaal natuurlijk voor Deborah en voor de kindertjes die nog strijden tegen kanker. Dus dat is eigenlijk het initiatief van mij, dat ik dat wou. Nou, dat is je dan heel goed gelukt. Ja, dankjewel. Ja, maar je hebt heel veel mensen op de been gebracht. Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. En ook heel veel succes en heel veel, ook, beleef er ook plezier aan. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ja. Er zal vast een traantje vallen, maar we gaan ook heel onwijs veel plezier hebben. Dus gaat helemaal goed komen. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ja, het gaat eigenlijk heel gemakkelijk. En wij kunnen nog heel veel steun gebruiken. Oké. Okay. Ja. Van de Jumbo. Er zijn nou heel veel winkeliers die ons sponsoren. Okay. Zoals de Albert Heijn, de Plusmarkt in Balkbrug. En de Lidl. Oké, okay, leuk. Bakker Nanning, die doneert koeken die we daar ter plekke kunnen verkopen. We hebben daar op zo'n manier kan het ook? Ja. Dus we kunnen op alle mogelijke manieren. We hebben regenkeepjes gedoneerd gekregen van Plenty Parts en Kedemsvaart. Dus het begin is er al? Het begin is er. Maar jullie willen meer? Wij willen meer, wij willen veel meer. Ja, gewoon gelijk. Nou, dan wens ik jullie veel succes. Dankjewel. We gaan volgen. Dat is hartstikke mooi. Wij houden iedereen op de hoogte via Facebook. Ja, jullie Facebookpagina is? Is ook Mama's M2. Duidelijk. Ja. Dames, hebben jullie zin aan de loop? Ja! Oh, mooi. En wanneer is de loop dan? 24, 25 mei. Waar dan in? Zwolle. Oké, en jullie zijn te sponsoren via de website? Team Mama's M2. Samenloop voor Hoop Zwolle. Nee, Zwolle punt samenloop voor Hoop. Ja, ik vind het wel. Heel veel plezier. Dank je.